naar Rotterdam. En hij zag me lopen en hij had zoiets. Ik trainde toen bij de clubcoach en Heiko zei zo van wie is dat meisje? Zij heeft talent, ik wil haar trainen. Dus ik had geluk dat een topcoach bij de vereniging kwam en ik viel op. En zo ben ik van 2 keer, 3 keer trainen in de week naar 5, 6, 7, 10 keer, 12 keer trainen per week gegaan bij Heiko. Je viel op? Ja, ik viel op. Wat heb je gedaan om te kunnen opvallen in sporten? Wat moet je doen? Hoe moet je doen? Hoe kan ik het beste opvallen? Bij ons, bij mijn atletiek, mijn loopstijl viel op. Ik ben klein, maar ik had een grote paslengte. Heb je daar een speciaal? Wist je het al van jezelf? Weet ik veel als je 20 bent. Oh ja, Coroni. Sorry. Nee, ik bedoel, oh ja, in Coroni moet je snel lopen, want Mosquita in Nyami. Mosquita live. Grote passen. Grote passen. Voor een klein meisje. Ja, oké, je bent ook een beetje dus op oudere leeftijd 20 jaar naar het buitenland gegaan. Hoe was het voor jou in een hele andere wereld? Het was wennen. Ik denk dat ik 1 jaar, 2 jaar erover heb gedaan voordat ik over mijn heimwee was. Voordat ik kon settelen en accepteren dat ik niet meer in Suriname woonde en dat ik in een andere omgeving woonde. Oké, en heimwee, kijk, je had één geluk, je had je ouders bij je. Dus, ik had ze niet. Ik had mijn oudste zus. Alleen je oudste zus? Mijn ouders waren nog in Coroni. Oh, dan stuurde je rooksignalen. Hey, ik maak geen grappen meer over Coroni, sorry. Maar je had nog tenminste je zus bij je. Hoe deden jullie dat? Hoe deden jullie dat toen jullie in Amerika zaten? Heimwee, hadden jullie dat ook? Ja, ik duidelijk wel. Ja, maar, 1 jaar? Ja, dus, je doet het met Skype. Ja. En toen ik naar Florida verhuisde in januari, toen had ik wel een nicht daar in de buurt. Ja. Maar voor de rest, ja, wat ze zegt, het heeft 2 jaar geduurd voor haar om te accepteren dat ze niet meer in Suriname woonde. En ik wilde dus niet accepteren dat ik niet meer daar woonde. Maar als je het had geaccepteerd, was je misschien een stuk verder op het gebied van volleybal. Misschien had je eentje Brazilië of Cuba verslagen. Nee, dat kan niet bij volleybal. Oh, sorry. Sorry. Op de Wii doe ik het wel, hoor. Ja, op maar dat Wii is inderdaad zo. Wat veel mensen zeggen. Van als je dan in het buitenland traint, word je dan veel beter, want daar heb je de faciliteiten. Maar ik had een beetje het gevoel van, ja, sport betekent veel voor me. Maar mijn hart betekent meer. Als ik me niet prettig voel, dan doe ik het niet. En ik weet wat ik kan. Als ik het hier doe, als ik hier met mezelfde inzet bezig ben, kan ik hetzelfde bereiken. Het hangt voor mij niet vanaf als ik het in Amerika doe of hier. Het hangt er vanaf als ik gelukkig ben. Dan pas kan ik het behalen. Met geluk kun je successen behalen. Tyron, hoe zit het met jou? Je bent hier geboren in Suriname, ook in Coroni. Oh ja, ik zal geen grappen meer maken. Waar ben jij geboren? Para. Para! Ha, zijn er paranen in de zaal? Ik ben ook paraan. Ik ben van Berlijn. Tikke man. Heb je ook een stuk grond op Para? Ja. We praten. No spang. Ja, ik heb laatst gelezen als paranen krijg je een stuk grond. Maar ik heb gehoord bij die Indianen in Jofo. Luister nou, hoe is het bij jou? Je bent hier geboren in Suriname, je bent toen gegaan naar Nederland. Wanneer heb je besloten om te gaan kickboksen? Zo, op 13-jarige leeftijd. Ja, 13 jaar. Het was een maand voordat ik 14 werd. Dus laten we zeggen 14 jaar. En eigenlijk per toeval, ik liep langs een sportschool waar er kickboksen training was. En ik zag toevallig een jongen waarmee ik op school zat, naar binnen lopen. En ik vroeg hem van, waar ga je naartoe? Hij zegt, ik ga trainen. Dus ik ben naar binnen gegaan, ben mee gaan kijken. En op dat moment ben ik meteen naar huis gegaan. Ik heb een korte broek gepakt en ik ben teruggegaan om mee te trainen. En ik heb een pak slaag gehad. En vanaf die dag was ik getriggerd omdat ik een persoon ben die niet heel goed tegen zijn verlies kan. Bleef ik terugkomen omdat ik dat niet accepteerde. En zo ben ik blijven trainen en na een jaar trainen had ik mijn eerste wedstrijd. Zo, dus binnen een jaar was je. En je kan niet tegen je verlies, nee. Hoor je heel graag, is onsportief. Is dat werkelijk zo, dat je, als je niet tegen je verlies kan, dat je onsportief bent? Nee, ik denk dat als topsporter zijnde en ook in het zakelijk leven, als je succes wil behalen, ja, kan je verlies niet echt accepteren. Denk ik zo. Want ik ga je eerlijk zeggen, ik hoef geen winnaar te zijn hoor.
Maar ik wil ook nooit verliezen. En ik speel 1-op-1. Dus het is belangrijk dat je gewoon doorzet, doorgaat. Ja, ja. Ja? Altijd. Hoe is het geweest? Ik bedoel, 14 jaar geleden, je bent nu 28, toch? 29, ja, over een maand 29. Ja. 14, 15 jaar geleden. Ja. Thaiboksen was niet zo populair. Hoe hebben je ouders gereageerd erop? Want vaak genoeg... Het was iets wat me van de straat afhield. En ik werd er rustiger door. Ik kon me beter focussen op school. Omdat de juffrouw dan iets had om mij mee in het gareel te houden. Ze komen daarmee dreigen van als je je best niet doet, dan ja, moeten we met je trainer praten en dan kan je niet trainen. En dat wou ik niet. Dus dan deed ik extra mijn best op school. Ik ben nooit blijven zitten, niet één keer. En ik was een goede student, alleen het trok me niet heel erg. Studeren, nee. Ik had mijn favoriete vakken waren natuurlijk gym en gymnastiek. Maar je kan gymleraar worden, toch? Ja. Dus ik ben wel nooit blijven zitten en ik heb mijn school afgemaakt. En op een gegeven moment, op 18-jarige leeftijd, had ik mijn vrouw toendertijd al. Had ik mijn vriendin toendertijd. En ik was altijd wel bezig aan het denken van wat wil ik, wat wil ik bereiken in het leven, wat wil ik doen. En ik had één ding... Ik ben niet iemand die heel goed... Het is heel raar. Ik ben niet iemand die heel goed orders aanneemt van een baas. Maar ik neem wel goed orders van een coach. En dan stel ik me wel nederig op. Ik doe... Op het moment dat ik de sportzaal inloop... Ik heb altijd een grote mond. Altijd klaar voor een discussie. Maar op het moment dat ik de zaal inloop... Vanaf, laten we zeggen, 6 tot 8 uur... Spreek ik nooit tegen. Ik doe wat me gevraagd wordt, ook al vind ik het niet leuk. En ik denk dat dat een mentaliteit is waardoor je beter gaat worden, zodat je gaat ontwikkelen. Hoe belangrijk is een coach in topsport? Heel belangrijk. En een trainer? Het is voor mij hetzelfde. Een trainer, een coach is hetzelfde. Oké, en een mentor? Een mentor? Ja, is ook belangrijk. Als je een mentor hebt, dan doe je er goed aan om een goede te hebben, toch? Ja, met wie sprak je over je agressiviteit? Met wie sprak je over het feit dat je niet, dat momenten dat je tegen die muur aanliep, dat je zoiets had van, hey, ik zie het niet meer zitten? Ik weet niet hoe ik het geflikt heb, maar ik heb een hele hoop heb ik zelf gedaan. Self-made, echt. Ik heb letterlijk en figuurlijk voor alles wat ik nu op dit moment in mijn leven heb ik gevochten. En ik was niet echt zo'n prater. Toen ik jonger was, ik moest meer het tussen aanhalingsteken het gezeur van mijn moeder aanhoren. Maar het heeft effect gehad, want ik merk dat ik heel erg op haar lijk qua gedrag. En kom ik erop neer dat zij dus in principe, zonder dat ik het wist, was zij mijn mentor. Je hebt het net gehad, je werd gedreigd op school dat je niet mocht gaan sporten. Letitia, jij bent een stuk ouder, je hebt zelf ook kinderen. Sabda, jij bent sporttrainer, coach. Mag je überhaupt een kind dreigen met je gaat niet sporten? Mag dat? Is dat goed? Letitia? Nou, ik vind het... ja, ik kan niet zeggen ja en nee. Het is iets waar wij hier opgroeien. Met onze kinderen dreigen van in het dubes naar scoren. Ja, maar dit was niet. In Nederland. Nee, maar ik heb het niet over. Dus ja, nee, we hebben onze Nederlandse moeder. Wacht. Ik kan me herinneren, ik mocht niet gaan voetballen. Als ik nu antwoord geef, heb ik een probleem, want Renzo's vader zit in de zaal. En je moeder is ook in de zaal, ik heb haar gezien. Maar, dus. Nee, maar het zit erin van eigenlijk niet negatief naar mensen of een organisatie. Maar vaak ontnemen wij onze kinderen het sporten als ze het niet goed doen op school. Terwijl we het andersom moeten doen. Laten ze gaan sporten en dan dat ze het dan goed doen op school. Weet je, je moet je kind niet afhouden van een sport. Je moet kinderen leren om goed met de tijden om te gaan. En met respect voor de zwemmers. Als ik kijk bij de zwemsport, dat het daar de ouders wel lukt om die kinderen een stukje time management bij te brengen. Dat ze leren en weten hoe ze met hun tijd moeten omgaan. Maar... Ja, het zit erin. School is belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk. Maar sporten voor een kind, voor de ontwikkeling van een kind, is ook heel belangrijk.
Oké, dankjewel Letitia. Ik denk niet dat jij nog wat wil zeggen, want ze heeft altijd gelijk. Vrouw moet je altijd gelijk geven, toch Sabdai? En Friesje, wat wilde je zeggen? In Amerika is het zo'n beetje, wanneer je op college niveau komt, word je eigenlijk gedwongen om je studie niet te verwaarlozen. Je krijgt al een kans om een scholarship te ontvangen. Het is een gratis educatie. En weet je kan dat niet, je kan niet zeggen van oké, ik ga alleen sporten en ik ga mijn studie verwaarlozen. Ze dwingen je, als je het goed doet op het sportgebied, dan is je educatiegedeelte gecoverd. Als je het slecht doet, ga je zelf moeten betalen. Dus het is een disciplinemaatregel die de Amerikanen toepassen om de evenwicht, balans tussen sport en educatie te garanderen. Wat zeg je? Ik zeg, balans is sowieso belangrijk. En ja, ik vanuit mijn eigen situatie en zoals hij zegt, op sommige, met sommige kinderen, studenten, pupillen, heb je geen keus om, weet je, je moet ze een beetje zo aanpakken. Dus het is individueel, het verschilt. Oké, okay, maar ik zeg één ding, je mag niet dreigen met sporten, maar je moet wel aangeven, het is belangrijk van je hebt rechten en plichten. Als je best doet op school, ben je makkelijker om te sporten en dan kun je makkelijker gaan sporten. Of niet, Sandrina? Ja, ik had gelukkig geen problemen op school. Ja? Maar om even toe te voegen, ik denk dat mensen ook het sporten, hoe noem je dat? Ze weten eigenlijk niet hoeveel sport betekent voor een kind. Het is niet alleen dat je beweegt en dat je gezond bent, maar sporten leert een kind heel wat dingen zoals respect. Het leert je samenwerken en het leert je eigenlijk je best te doen. Ja, discipline. Ja, dat vooral, discipline. En het leert je je best te doen, ook wanneer je faalt. Ook je moet, het leert je op te staan wanneer je faalt. Dus ik denk dat er inderdaad een balans moet zijn in die twee. Oké, okay, dankjewel. Tot slot, want de tijd begint te dringen. Ik wil alleen maar een voorbeeld geven. Ja? Hij heeft het net gezegd. Hij heeft aangegeven, hij is gaan sporten en iedereen kon met hem praten en de juffrouw op school kon dreigen met het feit, met datgene waar hij goed in was. Maar hij heeft het misschien hard uitgedrukt, maar uiteindelijk gaat het wel om dat hij zijn agressie heeft kunnen uiten in de dojo en daarna heeft hij nog eens een keer respect kunnen geven. Niet alleen aan zijn tegenstander met verlies, maar ook aan de leerkracht die voor hem staat en die iets van hem vraagt. En die dan komt met een tegenmaatregel. En dat heeft hij gezegd. En ik denk dat we daarmee gewoon verder moeten gaan. Dus daarom wil ik zeggen tegen alle jonge sporters hier in de zaal, alle studerenden, hou rekening, educatie is belangrijk, je sport is belangrijk, maar prioriteiten stellen. Ja, ik vergelijk... Het leven, zo doe ik het zelf, het leven vergelijk ik in principe met mijn trainingen. Ja, heb je iets waarvoor je een examen moet doen of wat dan ook? Ik zie het als een wedstrijd. Je studeert, op het moment dat je studeert, het studeren zie ik als trainen. Ja, je studeert, je traint je hersenen en dan doe je examen. Nu doe ik het andersom. Fysiek train ik voor een wedstrijd en de wedstrijd is mijn examen. Snap je? Dus zo moet je een beetje het balans ertussen gaan vinden, het leven, zakelijk of sportief. Het is in principe hetzelfde. Je moet gewoon toepassen waar het nodig is. Gasten, is Suriname een plek om topsport te kunnen halen? Als topsporter zijnde zeg ik ja. Waarom? Omdat ik geen verlies accepteer en geen nee. En waarom zou het hier niet kunnen? We hebben hier een tienvoudig wereldkampioen. We hebben daar een sprinter die een record heeft verbroken. Een top voetballer, een volleybalster, een top sprinter hier. Ik bedoel, we hebben zoveel talenten rondlopen. En ik ben... Sorry? Hier in Suriname, ruwe talenten. En ik denk dat daar wat gedaan mee moet worden. En ik ben heel erg blij, daarom ben ik ook afgereisd, omdat ik... in principe nu aan het revalideren ben. Maar ik wil hier graag tijd voor vrijmaken. En ik ben
gewoon erg blij dat dit initiatief nu genomen wordt. Heel erg, ja. Het is iets waar ik al vanaf jongs af aan loop ik hiermee in mijn kop van ik hoop dat zoiets een keer gebeurt hier. En dat je ziet een hele hoop topsporters, als het nou voetballers zijn, boksers, kickboksers zijn van Surinaamse komaf, maar ze vertegenwoordigen Suriname niet. Mm-hmm. Omdat ze vertegenwoordigen of Nederland of Engeland of noem maar op waar ze. Hoe komt dat? Spelen. Want jij kent ze, je ziet ze vaker. Hoe komt het? Want jij gaat wel met je vlag op. Ja. En dat zie je vaak bij kickboksers. Ik werd voor gek verklaard. Want mijn eerste keer dat ik Suriname vertegenwoordigde was ik 16 jaar. En dan hoor je van iedereen, ook uit je eigen familie hoor je van ja, ben je gek, weet je waarom doe je het, je krijgt er niets voor terug. Maar daar gaat het niet om. Ik wil wat teruggeven aan Suriname. Ja. Snap je? En ik denk, ik had de ballen. Ik had de ballen. Ik had het lef om gewoon te zeggen, nee, ik kom uit voor Suriname. Ja, je hebt je trainingen toch gedaan in Nederland? Ja, dat klopt. Maar ik ben een Surinamer. Dankjewel. Ja. Letitia, is topsport halen in Suriname mogelijk of niet? Ja en nee. Dat hangt. Ja en nee? Ja, tuurlijk. Oké, ja heb ik al een beetje gehoord van Tyron. Ik wil nee horen van jou. Moet je nee van mij horen. Waarom moet ik? Waarom niet? Waarom is het niet mogelijk? Als ik dan serieus op mag ingaan. We moeten een klimaat creëren voor onze sporters. Dat ze gaan groeien en bloeien tot de topsporters die wij willen in Suriname. Als we geen klimaat voor ze creëren. Een beetje makkelijker woorden. Een beetje makkelijker. Het is een beetje zondagavond. Nee. Een klimaat creëren. We hebben geen winter hier. We kunnen geen koele. Wacht even voordat je verder gaat. De minister van Sport en Jeugdzaken is in ons midden. Bedrijfsleven is in ons midden. Dus Takatori, hoe moet het eigenlijk gebeuren? We moeten meer geloof hebben in onze jongeren. We moeten meer energie stoppen en middelen in onze jongeren. En ze de gelegenheid geven om te groeien. Als we geen geloof hebben en we denken, ach, amano doro. Maar als wij ze ondersteunen en de ouders en het bedrijfsleven en het ministerie dat opgericht is of opgericht het weer in het leven is geroepen, ministerie van Sport en Jeugdzaken, het is er voor ons. Ik hoor niet meer tot die groep, maar het is er voor die jongeren. Meneer Lomoro. Nee, maar daarmee geef ik aan dat daar begint het. De jongeren zetten zich al in, maar ze hebben het klein beetje nodig. De middelen, de faciliteiten om ons heen. En zoals Sabdij zegt, hier thuis ervoor zorgen dat het klimaat gecreëerd wordt voor ze. Dat het gebeurt en dat is op alle vlakken onderwijs, sport, thuis, sociaal, maatschappelijk. De ruimte. Dat het kan, anders gaan we het niet halen. Als we een topsportklimaat willen, een topsportland willen, moeten we dat bieden aan de jongeren. Dankjewel. Sabdij, jij bent nu bezig om sporters klaar te stomen voor de Olympische Spelen. Om de top te bereiken, om Suriname weer op de kaart te zetten. Wat heb je nodig en hoe loopt dat nu? Lead by doing. En ik denk dat elk team zo sterk is als zijn coach. En als jij het voorbeeld geeft en als jij gewoon doet wat er gedaan moet worden en niet loopt te zeuren over dat je morgen geld nodig hebt, dan moet je gewoon doen. En probeer daarmee dan die stap te zetten en probeer daarmee te leiden. Lead by doing. Oké, dankjewel. Ivrish, jij hebt in Amerika gestudeerd, je hebt daar gesport. Hetzelfde ook jij, Sadrina. Hoe is het voor jullie geweest? Jullie zijn nu een beetje naar het buitenland gegaan. Jullie hebben even mogen ruiken, mogen tippen aan de internationale sporters en sportfaciliteiten. En om dat mooie woord te gebruiken van Letitia, sportklimaat. Kunnen we de top bereiken in Suriname of zeg je van nee, we hebben nog meer faciliteiten nodig? Vertel. Ik denk dat vele mensen een vergissing maken wat eigenlijk topsport betekent. Topsport is niets anders dan een levensstijl. Toch? Je wordt wakker, 1 of 24 uur ben je bezig met je sport. Wat ga ik doen qua training en wat doe ik na de training voor mijn rust? Men denkt dat topsport het luxe is. Mooie auto's rijden,
beroemdheid en dergelijke. Maar het begint bij de sporter zelf. Ben je gemotiveerd genoeg om je doelen na te streven? Natuurlijk in Suriname hebben we één groot probleem. En dat zijn de faciliteiten die er niet aanwezig zijn. Maar als je als atleet welwillend bent, kan je je doelen bereiken. Oké, okay, je bent niet eens, Tyron? Gedeeltelijk. Ik vind, natuurlijk begint het bij de sporter zelf. Die moet een bepaalde motivatie hebben, ja, om zichzelf te ontwikkelen. Hij moet de beste willen zijn, je moet beter willen worden enzovoort. Maar als je bepaalde faciliteiten niet hebt en je hebt bepaalde trainers en coaches niet, raak je gedemotiveerd. En dan zie je dat jongeren dan ontsporen en van het sporten of ze krijgen een kind en dan weet je, ze kunnen hun kind niet meer onderhouden. Want ze verdienen niets met hun sport, ze krijgen er niets voor terug. Dus ja, dan ga je maar een kantoorbaantje, weet je. Wie weet was je wel een geweldige judoka, ik weet het niet. Sabdai rammelde je, zegt hij, maar ik weet het niet. Snap je? Dus ja, ik bedoel, je weet het nooit. Ewa fiti. No, anomina, sabdai. Maar, weet je, ik denk dat wat heel belangrijk hier in Suriname is, en ik praat veel, maar omdat ik al zo, ik ben blij dat ik de kans krijg, is dat we kunnen topsporters, ik zeg volmondig ja. Waarom zeg ik dat? Ik denk dat de coaches, het ligt niet zozeer aan de atleten hier, want je ziet het, we gaan ergens anders en we presteren. Dus waar ligt het probleem? Ik denk dat train de trainers, coach de coaches. Ja? Dus ik denk dat, ik loop al jaren met een idee. Misschien moet er iets komen, een topsportcentrum. Dat zou een goed begin zijn hier in Suriname. Een topsportcentrum, ja, dat houdt in dat je een bepaalde plek centraal in Suriname krijgt. Waar de top van de atleten naartoe kunnen. En dat alles volgens bepaalde richtlijnen gaat. Dus een overkoepelend orgaan voor alle bondjes enzovoort. Dat het gaat volgens één bepaalde richtlijn. En dan competitie onderling, zodat het niveau hier omhoog gaat en dan ga je naar het buitenland toe om te competen met de rest. Je zegt net een overkoepelend orgaan. Ik heb een heel mooi stukje gelezen in de krant.